Guus, welkom aan deze picknicktafel. Ja, ik wilde je eigenlijk heel graag buiten interviewen, maar goed, het regent. Ik kan wel heel goed tegen, maar je hebt net zwaar in de regen staan trainen, dus ik denk, doe het je niet aan. Tijd om jou even te leren kennen. Ja. Je zit hier nou iets langer dan 2 maanden. Mm-hmm. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, goed. Ik bedoel eigenlijk... Alle verwachtingen die ik had bij de club PSV zijn eigenlijk zoals ik had gedacht. Dus ik denk dat het een hele warme club is. Ik denk dat we een ontzettend leuk team hebben en dat we gewoon moeten gaan presteren dit jaar. Ja, je bent natuurlijk meteen ingevlogen, trainingskamp, al die wedstrijden. Heb je nu al iets meer de rust kunnen vinden en voel je al een echte PSV'er? Ja, ik bedoel, als je telkens dat shirt aan hebt, dat helpt natuurlijk ontzettend. En de rust ook wel. Ja. Okay. Ik heb een huisje inmiddels hier in Eindhoven, dus dat is ook weer fijn. Dat is allemaal afgesloten. Dus, ja. Ja, hoe bevalt het in Eindhoven? Ja, precies zoals ik zei. Ik moet zeggen, ik ben wel altijd echt in een stad opgegroeid. Dus dat was in het begin wel even wennen. Zijn je stad dan? Jawel, maar het is iets minder reuring. Oh ja. Het is dus wat rustiger. En aan de ene kant is dat natuurlijk veel fijner. Alleen ik moest er in het begin wel aan wennen. Heb je al wat rondjes gelopen in de stad? Ben je al op sleeptouw genomen door een aantal Nee, spelen? Nog niet. Nee? Nog niet. Ik heb het druk gehad met verhuizen natuurlijk. Ja. Je bent zo in de weer met voetbal dat het er steeds niet van komt. Dus je doet steeds 1 doos, weet je wel. Oh ja. Dus, welke doos ben je nu? Zo, jeetje. Toch wel de pannen, hè? We hebben ook ja. Oh, okay, die zijn uitgepakt, alleen nog niet gebruikt. Nee. Oh ja, natuurlijk. Nee, maar favoriet plekje heb je dus nog niet? Nee. Oké. Okay. Maar goed. Nee, helaas, kom nog wel. Het valt me wel op dat hij goed in de groep ligt. Tenminste, dat denk ik. Ik zie je veel lopen met onder andere Luc, Marco, mm-hmm. Joël, Joey. Mm-hmm. Zijn er al een beetje vriendschappen ontstaan of is dat te snel? Vanuit mijn kant heb ik het gewoon ontzettend fijn. Ik kan natuurlijk niet vanuit hun spreken, maar ik heb wel het gevoel dat ik goed ontvangen ben inderdaad. En dat ik met alle jongens eigenlijk nog goed ben. Ja, en dan naast de training of wedstrijden zien we elkaar ook... Buiten het voetbal? Nee, dat niet. Nee? Nee? Hoe kan dat dan? Ja, weet ik niet. Gewoon echt geen tijd voor? Ja, je ziet je familie en je vrienden van thuis al zo weinig. Tenminste, dat heb ik. Dat ik die tijd die ik naast voetbal heb, dat ik die wel zo probeer in te delen. Dat ik ook nog wel tijd voor hun heb. En niet dat ik ook nog eens met de jongens van de club, die ik eigenlijk al meer zie dan mijn eigen familie. Want die wonen door heel Nederland. Die wonen niet in Eindhoven. Nee, precies. Die bezoek je vaak en word je ook vaak opgezocht? Ja. Oké. Okay. Ja. Zeker. Ben je familiemens? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe ziet dat eruit? Ik vind het belangrijk om de band te onderhouden, om persoonlijke dingen met ze te bespreken. En dat ik ze gewoon minimaal 1 keer per week even zie. Dat gebeurt. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat heel veel mensen niet weten dat jij niet in Nederland bent geboren. Nou, ik denk inmiddels wel heel veel, want het is nog heel veel. Ja, maar binnen PSV, denk ik van niet. Nou. Kun je eens even vertellen hoe jouw eerste jaren eruit zagen? Ik ben geboren in Zambia. Daar heb ik 1 jaar gewoond. En toen ben ik tot mijn 3e in Mozambique geweest. Daar heb ik 2 jaar gewoond. En op mijn 3e ben ik dus naar Nederland gekomen. Het zijn best wel landen. Kun je er nog wat van herinneren van die Mozambique tijd? Mozambique een beetje, maar Zambia helemaal niks meer. Maar we zijn nog wel terug geweest naar Zambia. Dus dan zie je het wel, maar heb je er niet echt herinneren. Ik had nou niet dat ik daar was, dat ik dacht, oh ja. Het was meer van, het is allemaal nieuw voor mij. Maar voor mijn oudere broers bijvoorbeeld wel veel meer. En mijn ouders al helemaal natuurlijk. Ja. Hoe was jij als kind? Ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde zoals ik nu ben. Ik las wel gewoon braaf, denk ik wel. Ja, ik was een braaf kind. Okay. Ja. Ik ben nog steeds wel braaf. Okay. Ik hou me aan de regels. Goed zo. Wel een hele sterke eigen mening en daardoor wel in de problemen soms. Ja, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld op school of zo. Dus als ik het ergens niet mee eens ben, dan zeg ik dat gewoon. Veel en straf. Nee, dat niet zozeer, maar gewoon discussies. Oh ja. Dat je, frictie gewoon. Communicatief goed dus. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Hoe was jouw jeugd dan? Ja, ik ben opgegroeid in de Bijlmer, dus ik heb heel veel verschillende culturen en zo meegemaakt. Dus ik denk dat ik daarin ook wel heel makkelijk aansluit bij verschillende soorten type mensen. Mm-hmm. Hoe ze zijn, dus ik denk dat me wel ontzettend heeft gevormd. Ja. En dan het gevormd zijn in het voetballen. Wanneer ben je in aanraking gekomen met voetbal? Eigenlijk ook. Mijn broer voetbalde en daar voetbalde ik altijd mee. En zodoende. Ja, altijd met een bal te vinden? Ja, zeker. Tennisbal of voetbal. 1 van de 2. Ja? Ja.
Tennis? Ja, ik heb ook goed getennist. Ja. Oké, okay, en waarom is het uiteindelijk voetbal geworden? Meer kansen. Nou, tennis moet je wel centjes hebben natuurlijk. Ik ben iets te laat ingestroomd, dus ik had niet het gevoel dat ik echt, echt een top speler zou worden. Omdat ik gewoon pas op mijn 10 of zo ben gaan tennissen. En ik denk als je echt de topper wil worden in de sport, moet het toch wel eerder zijn. Maar is dat dan ook wat je graag in je vrije tijd doet? Of hoe ziet je eruit in het dagelijks leven? Nee, ik vind op een terrasje zitten met vrienden vind ik eigenlijk het leukste. Maar dan moet de zon wel schijnen. Ja, nou ja, succes. Ja. Oké. Okay. En anders binnen. Nee, met vrienden en familie zijn denk ik een beetje socialize. Ja. En hoe kun jij jouw ontwikkeling en je carrière omschrijven van toen tot nu? Ik denk wel dat ik altijd heel, heel hard heb moeten knokken. Dat ik bijvoorbeeld in de jeugd laatst niet het grootste talent was. Maar ik denk ook dat mijn spel ook wel typeert. Dat ik gewoon... De talent straalt er niet vanaf, laat ik het zo zeggen. Alleen is het heel effectief, heel efficiënt. En ik denk dat ik daarom ontzettend bruikbaar ben. Is het dan nu, die profcarrière, ook zoals je had gedacht toen de tijd? Nou ja, als je in de jeugd speelt bij AZ, hoop je natuurlijk dat je in het eerste komt van de club waar je in de opleiding zit. En dat is gelukt. En daarna had ik het eigenlijk nog niet echt zo bedacht hoe het zou gaan lopen. Dus daarna was het eigenlijk gewoon een soort wilde westen. Het is niet makkelijk om als profvoetballer door het leven te gaan. Hmm. Wat is voor jou het moeilijkst aan zo'n carrière? Wat je moet laten, denk ik. En wat voel jij dat jij moet laten? Nou ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel vrienden die student zijn. En ja, die gaan gewoon elk weekend stappen en zo. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee. Nee. Dat is lastig. Nou ja, het is, ik weet niet. Ik denk dat mijn leven wel, dat ik dat leuker vind. Want het past ook niet bij mij. Alleen met name de sociale kant mis je soms dingen. Omdat zij leuke dingen met elkaar gaan doen waar je dan niet bij kan zijn. Het is toch je vriendengroep die dan zonder jou dingen gaat doen. En daar wil je gewoon wel soms bij zijn. Ja. En dat hoeft niet per se stap te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld, ergens naartoe. Naar Ardennen of zo, daar kan je niet mee. Ja. Dan moet je hier zitten. Ja. En dingen onthouden volgens mij. Van, als ik jou vraag, hoe heb je die goal gemaakt? Wat gebeurt er? Dat weet ik ook niet. Ik rij, weet je niet, nee, hè? Ik rij bijvoorbeeld nog steeds alles met navigatie. Dat is echt een iets wat niet processing. In mijn... Ja, een proces nee. Wat niet aanwezig is bij echt mij. Iedereen die ik vraag in een player focus... Ja, kun je het moment vanaf dat je de bal kreeg tot aan de goal, kun je omschrijven? Ja, dit en dat. En dan vraag ik aan jou, geen idee. Ik heb echt geen idee. Geen idee. Moet niet je best voor doen. Nee. Ja, ik ben sowieso, mijn geheugen laat me soms in de steek. Wat vind jij echt belangrijk in het leven? Gezondheid. En voetbal. Familie. En vrienden. Eigenlijk dat. Dat is duidelijk. Ja, ja. Heel cliché, hè? Ja. Wat had je gehoopt? Nee, ja, goed, geen idee. Misschien, dat ga ik niet voor jou invullen. Nee. We moeten het er toch over hebben. We gaan naar die wedstrijd van zondag. Feyenoord. Ja. Hoe kijk jij naar die wedstrijd? Ja, speciaal natuurlijk. Ja. Ja. Dat was het. Ik heb daar een ontzettend fijne tijd gehad afgelopen jaar. En een succesvol jaar gehad. En ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd bij Feyenoord. Ja. Vind je het lastig dat ze vrij snel op bezoek komen? Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk om iedereen weer te zien. Wat voor wedstrijd gaat het worden, denk je? Ik ga even in mijn glazen bol kijken. Ja, doe even. denk je? Ja. Ja, dat gaat wel winnen natuurlijk. Ja, goed zo. Ik wil nog één ding weten. Pruikie. Oh jeetje, dat is heel lang geleden. Dat is niet meer hoor. Maar wat is dat dan? Ja, vroeger had ik een hele bos krullen. Overal. Zo groot. Ja. En toen dachten mijn medespelers bij AZ dat het leuk was om mij pruik te noemen. Omdat ze vonden dat het op een pruik leek. Oké. Okay. Ja, dat was het eigenlijk. Dat was het. En toen in die tijd was ik pruikje, ja. Maar je wordt zo niet meer genoemd. Nee. Nou, dan ga ik hem weer introduceren. Ja. Nee, dat kan ook niet meer. Dat kan ook niet meer. Nee, is oké. Okay. Ja. Ik heb voor jou inderdaad een stift, want deze picknicktafel wordt verloot aan het eind van het seizoen. Oké. Okay. Dus die kun jij winnen. Plekje? Het nummertje erbij natuurlijk. Ja, heel goed.
Lieve fan. Nee, ik zeg gewoon gefeliciteerd, groetjes. Ben je al een beetje aan het Brabantse gewend trouwens? Nou, sommige mensen vind ik nog wel moeilijk. Sommige mensen? Ja, er was laatst iemand die wat tegen me zei dat ik echt dacht, wat? Maar... Agerm. Ja, wat? Ja, dat bedoel ik, ja. Nee. Agerm is ach-erm ding. Dat is een soort van, okay. Zielig. Ja, dat versta ik dus niet. Nee? Nee. Dat of ik weet wel van taal spreek, maar goed. En houdoe, zeg je die al veel? Ja, die wel. Dat maar is dat, leuk, hè? Ja, maar dat is, die wist ik zelfs toen ik nog niet hier speelde. Oké. Okay. Straks ook carnaval natuurlijk meemaken. Dat niet heb ik ook echt, nog nooit meegemaakt. Nee. Iedereen is hier dan ook verkleed, hè? Dus dan moet je ook een pruik opzetten. Nee, ik zet gewoon gefeliciteerd, groetjes, Guus. Is goed. Superleuk. Ja? Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wens jou heel veel succes dit seizoen. Dankjewel. En ook zondag. Ja. Heel erg bedankt. Op zondag, ja. Thanks, Guus.